In deze video ga ik jullie laten zien hoe je foto's kan bewerken met Adobe Lightroom Classic. Ik gebruik dus Adobe Lightroom Classic, niet de gewone Lightroom. Want Adobe Lightroom Classic heeft wat meer functies ja, die mij persoonlijk aanstaan. Bijvoorbeeld, ik hoef niet per se gebruik te maken van het cloud systeem. Uh, dat heeft een nieuwe versie, ja, die verplicht je eigenlijk om het cloud systeem te gebruiken, wat vrij snel vol raakt. En bij Lightroom Classic kan je ook veel meer presets maken voor brushes en instellingen, zeg maar. Uh, dus daarom gebruik ik la, uh, Lightroom Classic. Uh, foto's gebruik ik van signatureedits.com/free/raw-fotos. Daar kan je gewoon gratis foto's downloaden om uh, mee te oefenen. Uh, je kan natuurlijk ook je eigen foto's gebruiken, dan uh, dat is natuurlijk een stukje realistischer. En uh, dan heb je meteen een leuke edit voor jezelf. Oké, okay, ik heb mijn foto's in een mapje Lightroom gezet. Lightroom Oefening. En daarin heb ik weer een mapje RAW. En daar staan mijn foto's in. En straks komen de bewerkte foto's in een apart mapje. Ik open Lightroom Classic, ga ik naar Bibliotheek. En dan ga ik naar Mappen, plusje. Zie dus je aan de linkerkant, vind je als het goed is mappen. En daar kan je met plusje een map toevoegen. En dan voeg ik de map Lightroom Oefening toe. Ik doe Enter. Dan komt dit venstertje voor en dan kies ik importeren. Dan kan dit vakje aan de zijkant. En dan heb ik wat verschillende foto's gepikt. Ook wat minder goede, wat ik vond. Um, en wat we nu gaan doen is dus kijken: oké, okay, welke foto's wil je mee verder? En nou zijn dit allemaal verschillende mensen. Dat is wel een beetje lastig, want normaal. Dan heb je natuurlijk heel veel van dezelfde foto's. En wat je dan doet, is gewoon dubbelklikken. En dan ga je met je pijltje door de foto's heen. En nu heb ik dus allemaal hele verschillende foto's. Maar als jij heel veel van dezelfde foto's hebt, wat vaak eerder het geval is. Nou, deze zijn bijvoorbeeld nog hetzelfde. Dan ga je kijken naar waar vind ik bijvoorbeeld de uitdrukking het beste. Dat is het belangrijkste. Is die persoon, uh, waar staat die persoon het meest in zijn of haar kracht? hoe is de, uh, de houding, lichaamshouding, lacht de perso deze persoon, is die vrolijk, of trekt hij een beetje een gek gezicht, of is er hier en daar wat vreemds te zien op de kleding of op de achtergrond, of dat zijn de eerste dingen waar je naar kijkt. Maar met name de gelaatsuitdrukking, ja, is iemand gewoon helemaal lekker in zijn element. Nou, als ik dan tussen deze moet kiezen, vind ik deze alleen qua compositie al beter. Hier zit me veel meer een mooi driehoekje in, zo. Deze vindt dan, ja, een beetje gekkig wat ze met haar armen doet. Dus die zou ik dan afkeuren. En deze zou ik dan kiezen. Nou, dan ga je sterretjes toevoegen. Dat is wat je dan gaat doen. En je kan 1 tot en met 4 kiezen aan sterren. Nee, 1 tot en met 5, moet ik zeggen. Hier zie je ook wat de sterretjes. En een ster toekennen doe je met een van deze knopjes. Dus geef ik deze foto 3 sterren. Of 4 of 5. Nou, hier kan je je eigen systeem op bedenken. Maar ik zal je even één systeemje gewoon nu meegeven. Je zou kunnen zeggen: 3. Dat is echt mijn topper al. En 2 um, is bijvoorbeeld mijn twijfelgevalletje. Je kan dus hier klikken. Je kan ook op het nummertje 2 op je toetsenbord drukken. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen: het getalletje 1 is als ik nou echt niks meer anders heb, dan kies ik die. Niks persoonlijks, en mevrouw. Uh, als je nou denkt: van... nou, die foto. Dat is echt nou, helemaal geen twijfel mogelijk. Die moet op mijn portfolio zelfs. Zo geweldig vind ik die. Zou je kunnen zeggen 5 bijvoorbeeld? Als je echt denkt van nou, daar is er maar één van in deze hele serie. Die moet ik echt niet vergeten. Die moet straks op mijn portfolio. Dan zou je bijvoorbeeld 5 kunnen kiezen. Nou, zo zou je een systeempje wat je dan met vier doet, geen idee. Dit is een manier om iets uh, te selecteren. Dus je geeft, gaat, gaat er heel kritisch doorheen. Als je heel veel foto's hebt, moet je dat gewoon echt snel op intuïtie gewoon een beetje doen. Niet te lang over nadenken. Vaak is je eerste gevoel al goed van, is die geweldig of is die mooi. Kijk hier bijvoorbeeld, als ik hier nog meer foto's van zou hebben. Ja, dan hoop ik toch dat ik een foto heb dat die persoon iets beter, leuker lacht. Liever had ik nog een foto gehad dat ze niet zo recht in de camera keken. Kijk, zoals deze duwt. Ja, deze is gewoon top. Super. Deze is ook wel super. Ik ben nu een beetje random wat nummers aan het geven. Eh, daar ga je dan uiteindelijk weer doorheen. En eh, wat ik nu ga doen, is ga ik hier naar filter. Dus hier heb je zo'n filterknopje. En dan ga ik kiezen voor geclassificeerd. Dan gaat hij hier zo'n knopje aan, zo zie kloep, kloep. En dan ga ik hier zeggen: Ik wil de foto's zien die. Hier staat nu groter of gelijk aan. Weet eh, je nog van wiskunde. Die kan je ook veranderen naar is gelijk aan. En dan zeg ik bijvoorbeeld eerst: ik wil nog eens kijken door mijn drie foto's. Is er daar eentje toch minder geweldig? Daar loop je dan even doorheen. En geef je die opnieuw sterren. Dan ga ik kijken naar je twee. Zit hier nog een top tussen? Nee. Ik vind dit toch. Nee. Waarom niet? Ga ik bijvoorbeeld deze een kans geven? Dan druk ik bijvoorbeeld op drie. En dan kan je nog weer naar je één gaan. Nou, en als je denkt van: nee, nu ben ik er wel klaar mee. Kan ik deze veranderen naar? Is is hoger dan of gelijk aan en dan uh, heb ik nu alleen mijn foto's die drie sterren zijn of hoger, dus die andere foto's zie ik gewoon niet meer uh, en dan ga ik hier gewoon mee verder om te editen.